Welkom terug, dames en heren, voor het tweede deel van het X-Ski League Highlights magazine. We zitten op de Vrijtiel, waar Beveren Oostende op bezoek krijgt. Een moeilijke opdracht is dat, zeker met het oog op het behoud. En u ziet het, ook in het Waasland is het van dat sneeuw, veel sneeuw en dus geen ideale omstandigheden. Ook voor de nieuwe man bij Beveren, Amadou Abdoulaye, komt uit Nigeria en moet samen met Christophe Snelders voor de doelpunten zorgen. Een evenwichtig openingskwartier waarin er niet zoveel gebeurt. Cousin. Goeie opening is dit naar Martens. Moet wat uitwijken, kan toch trappen. En de parade van de Warte was goed uitgekomen en kon de bal afweren. En kijk eens naar die sneeuw. Oostende nu. Ze hebben een vervanger voor Mukulu aangetrokken. Zoko, een Ivoriaan. Dan moeten we hem nog niet onmiddellijk in de basis verwachten. Geen buitenspel. Helek bij leg breed naar Tor Laleman. En die maakt het natuurlijk fraai af. 0-1, 18 minuten ver. Een mooi uitgesponnen aanval was het. Het zal trainer Pister ongelooflijk veel deugd doen. Loopt hoog op met zijn groep. En 0-1 dus. En wat is de reactie van Beveren? Ze hebben de punten nodig. 4 op 12 in hun laatste vier partijen. Cousin, de dirigent van de ploeg, verdeelt het spel. Martens op de rechterkant. Brengt voor. Hier is Snelders en dat is de 1-1. 3 minuten na het openingsdoelpunt is alles opnieuw te herdoen. Iedereen had vooral oog voor die lange Abdoulaye. En zo kon Snelders ongehinderd zijn hoofd er tegen zetten. Een kopbaldoelpunt van de kleinste man op het veld. 1,69 meter. Christophe Snelders. Vrij schop met Martens. Rentmeister en die gaat er ook in. 2-1. Ja, Jeffrey Rentmeister. En opnieuw heel slap verdedigd daar achteraan bij Oostende. Ze liet hem daar relatief ongemoeid. En in 2 minuten tijd scoort Beveren evenveel keer. Ik kan niet echt zeggen dat het onverdiend is. Het is zover. Wat we al een tijdje hadden verwacht gebeurt ook. De scheidsrechter legt de wedstrijd stil. Een sneeuwstorm op de Vrijtiel. Het is bijna Siberië aan de Schelde. Ik heb de dégager de linie. On va recommencer, on verra bien comment ça, ça continue à déjouer ou pas. Maintenant, si on voit plus de lignes, on sera obligé d'arrêter complètement. En een kleine tiental minuten ligt de partij stil, maar dan kunnen we verder. Van Damme maakt zich klaar voor een vrije trap. Daar komt hij en die gaat erin. Alsjeblieft, 3-1. Wat een bijzonder knap doelpunt van Joachim Van Damme. Niet slecht voor een verdediger. In het kruis getrapt. Niet te pakken voor Delwarte. En sneeuw of geen sneeuw. Beveren is niet af te stoppen. Een boeiende eerste helft. Na de rust is het allemaal wat minder. Oostende dat onherkenbaar is. Bijzonder bleke prestatie. En hier kwamen ze opnieuw goed weg. Christophe Snelders. Met bijna zijn tweede kopbaldoelpunt. Hoekschop. Dik 10 minuten voor het einde. Naar de eerste paal. En daar is hij. Amadou. De Nigeriaan van Beveren scoort in zijn debuutmatch. Hij heeft alles in zich om een publiekslieveling te worden. Zo'n type hadden ze nodig vooraan bij Beveren. Amadou Abdoulaye. Onthouden namen, glansprestatie van Beveren. Dat wint met 4-1 van Oostende. Het is amazing, you know. I was surprised to see the supporters, you know. I think they support us and we will not let them down. We continue like this to make them come over and go back home in joy and in happiness, you know, so that they don't come home, they don't come in the stadium and stay in cold. And at the end of the day, they went home sadly. No, we won't do that. So we continue giving our best.